Jullie kennen Peet en dan denk je, Peet is een man van de kunsten. Een man die veel belezen is. En natuurlijk leest Peet natuurlijk H.P. Lovecraft. Een van de beste horrorauteurs op aarde, waar ook games over worden gemaakt. En nou Peet, dan ben je natuurlijk niet zo'n... Je bent meer van de boeken dan van de games over het algemeen? Als er Star Wars op staat, zeker. Ja, oké. Nee, je was in Parijs om The Sinking City te spelen. Ja. En dat wordt een Lovecraftian game van de makers van een heleboel Sherlock Holmes games, toch? Ja, man. Die gasten hebben echt superveel Sherlock Holmes games gemaakt. Een stuk of 8, geloof ik. En ze hebben dat ook wel over de loop van de jaren verfijnd. Het zijn echt van die investigative... games, weet je, met een soort CSI. Je moet mensen ondervragen, je moet crime scenes onderzoeken. Je moet vervolgens zelf verbanden leggen. En naar aanleiding van die verbanden kom je tot een conclusie. Maar de conclusie die je trekt, hoeft niet altijd de juiste te zijn. Ooh. En dat hebben ze over de afgelopen Sherlock Holmes games echt wel verfijnd. Het zit echt goed in elkaar, de graphics zijn prima. Maar nu is het was wel elke keer Sherlock Holmes. Ja, maar is het safe to assume dat dit zeg maar de Sherlock Holmes games zijn, maar dan zeg maar met een horror thriller Lovecraft sausje? Ja, al doe je het dan wel te kort, want damn, wat is deze game sfeervol. Ja, ik heb wat screenshots en artwork en dergelijke gezien. Het is echt een Sinking City. Het is echt een Sinking City. De game speelt zich af in Oakmont, een stad die ook echt verzonken is, half. Je moet jezelf ook voortbewegen. We hebben heel veel straten onder water met zo'n bootje, met gewoon een motje achterop. Het is net Venetië. Ja, jij kruipt in de huid van Charles Reed. En je bent private investigator, privé detective. En jij hebt allemaal visioenen en rare dromen. En ga een trailer kijken. Het is ook echt zo. Het is echt fucking weird wat is wij allemaal trippy? Tegenkomen. Het is heel trippy. Sowieso in de game, als je aan het onderzoeken bent, zie je opeens soms een flits van iets wat jij achter in je hoofd ziet. Over de map van de game heen. Oh. En sowieso, hij ziet er echt helemaal rood doorlopen ogen. Hij wil niet meer slapen. Soms val je in slaap en word je ergens wakker en weet je niet wat er ondertussen is gebeurd. Oh. Jij zoekt hulp, want in jouw visioenen komt ook met voor de Sinking City. Dus je gaat daarheen en je zoekt hulp bij een of andere dokter. Maar als je daar op de kade aankomt, dan zie je gelijk een crime scene. Er is iemand vermoord. H.P. Lovecraft was ook heel erg van de rassen en de verschillen daarin. Dus er zijn daar apenmensen die al heel hoog in de hiërarchie staan. Er zijn vismensen die heel laag in de hiërarchie staan. Superveel racisme. Jij moet daar onderzoek doen naar de moord van een zoon van zo'n aapmens. Ja, en dat leidt je in een nieuw avontuur. Oké, maar is dit niet horror, toch? Nee, het is niet echt... Het is niet zeg maar jumpscare. Nee, het is geen jumpscare. Dat is eigenlijk wat ook H.P. Lovecraft nooit heeft gewild. Nee, het is een beetje dat lingering en heel erg... Het is altijd het voelt als een doemscenario. Ja, het gaat altijd over wat als er een hele wereld is nog achter ons bewustzijn. Ja, met allerlei... Freaky shit. Ja. Wat heel erg gaaf is, dus het is sowieso, daar worden best wel vaak al games. Volgens mij Call of Cthulhu is ook een Lovecraftian game. Volgens mij ook, is dat niet uit dezelfde hoek ook gekomen? Of? Dezelfde publisher. Ja, oké, dat wel. Dus ze zijn daar gewoon heel erg wild van gewoon Lovecraft. Ja, en dat is dus heel erg van die Kraken-achtige, half bevist mensen met schubben en... Ja goed, er is ergens, je gaat ook op een gegeven moment onder water, iets gebeurt waardoor het allemaal zo overstroomt. We weten niet wat, het heeft te maken met monsters, onderbewustzijn en het ook te maken hebben met jouw... Is het allemaal visioenen. Wel echt? Visioenen. Precies. Lig je niet in een coma? Dat hoop ik niet. Een beetje anticlimax. Ja, precies. Dat weet ik natuurlijk allemaal niet. Ik heb de eerste twee missies van de game gespeeld. Oké, ik wou net zeggen, hoe lang heb je gespeeld? En hoe lang is een missie dan ongeveer? Ja, ik heb in totaal heb ik 3 uurtjes gespeeld. Ja, oké. En wat de game doet en heel goed doet, is jezelf niet te veel in de hand nemen. Want je bent echt private investigator. Je moet het echt zelf allemaal uitvinden. Voorbeeld is, op een gegeven moment moet jij de plek zoeken waar ze met elkaar hebben afgesproken om de expeditie naar zee te bespreken. Okay. Maar jij weet niet waar die plek is. Wat doe je vervolgens? Je gaat naar de krant en in de krant is een heel archief. En in de archief geef je 3 steekwoorden op. Steekwoord datum, steekwoord gaat over die expeditie, steekwoord het was in die stadsdeel. Dat is eigenlijk zo vervolgens, van Google. Ja. En vervolgens komt er een krant naar buiten van nou, die expeditie wordt nu besproken daar en daar. Ah, okay, vervolgens komt er geen stip op je kaart waar daar en daar is. Nee, dan moet je zelf. Je moet zelf echt naar daar en daar. Dan ga je naar een kaart, dan moet je ook nog eens goed navigeren, want sommige straten zijn ondergelopen. Dus soms moet je per boot, soms moet je lopend. Okay. En dat is echt heel tof gedaan. Alles wat het investigaten is in deze game zit heel erg goed in elkaar. Ik denk dat heel veel mensen daar echt heel veel plezier gaan beleven. Is dit zo'n game dat je zo'n notitieblokje ernaast legt? Ja, want je hebt zelf ook moet je zelf ook verbindingen maken om verder te komen in een missie. Dus je moet zeg maar 2 feiten aan elkaar koppelen. Terwijl je soms wel 10 feiten hebt. Is dat met zo'n rode draad ook? Ja, het is niet echt met een rode draad, maar het is wel dat systeem. Ja, okay, en als je dan 2 goed koppelt, dan krijg je weer een soort van oké, dus dat is dan daar gebeurd of daar. Oh, okay. Maar waar is daar? Nou, dan kun je ook naar het ziekenhuis gaan voor records van mensen die vermist zijn. Je kunt naar de City Hall gaan voor de archieven of je kan naar de krant gaan. Maar dit is een beetje open world, zeg maar. Ja, het is echt een open wereld. Als jij zoiets hebt van, maar ik wil eerst weten wat puntje, dat je dan zelf op pad gaat. Klopt. Oké, dat is leuk.
Echt heel leuk. Ja, want ik geloof dat de Sherlock Holmes games best wel die waren wat gestroomlijnd. Dat is misschien dat ze nu wat meer... Nou, ik moet wel zeggen dat ik tot nu toe wel de missies op volgorde heb gespeeld. Alleen wat de openheid is dat je gewoon in het diepe wordt geflikkerd. Ja, ik hoop wel dat je in dan ook... In Sinking City wordt geflikkerd. Ja, ik hoop dat je die stad kan gaan ontdekken en dat ze daar wat leuker zit van... Want ik bedoel, Lovecraft is ook fantastisch materiaal natuurlijk. Ja, het ziet er allemaal zo goed vervallen uit. Het is echt een ranzige game, maar daardoor wel echt heel mooi gemaakt. Fallout, leer er iets van. Leer er iets van. Wat niet goed is, moet ik ook nog even zeggen. Oké, je bent alles... er niet helemaal over. Nee. Het is niet één grote lofparade. Okay. Lofparade. Lofcraftparade. Ja, weet het? Alles is goed als het wat gaat om die core gameplay. Met ontdekken, onderzoeken, detective zijn stof. Alle combat, alsjeblieft, haal het uit die game. Oh, zit er... Oh. Ja, je krijgt op een gegeven moment een gun. Je kan ook craften. Lofcraften. In de game, je kunt kogels craften. Het is een heel... simpel shallow systeempje, dat je wat map packs, wat kogels kan craften. Die kogels kun je voor je gun gebruiken, maar alles wat schieten is of hand combat... Jongens, doe het gewoon niet. Je haren erbij gesleept, zeker. Zo van, de jongeren willen tegenwoordig ook actie in onze games. Ja, I guess. Ja, dat is niet zo vrij. Gelukkig hebben ze tot 27 juni om dat zoveel mogelijk te polishen. Doe daar je best voor. Dat is iets minder. De game moet je ook niet spelen voor de combat, want het toffe aan de game is de sfeer van de stad, het onderzoeken en het toffe verhaal. Ja. Ik ben sowieso wel benieuwd naar de game. Dus 27 juni komt hij uit. Ik neem aan PC, Xbox One, PlayStation 4. Beetje je standaard trifecta natuurlijk. Dus rond de E3-periode, een beetje daarna, dan kunnen we los in The Sinking City. Peter, bedankt. Graag gedaan. En check ook vooral de geschreven preview van The Sinking City als je meer wil weten over Pete's Lovecraftian avonturen. Het is eloquent, het is mooi. Met een benezen man. Nou.